die dit verslag gemaakt hebben toch bijzonder complimenteren. Eerste plaats toch Martin Muller, die alle gegevens bij elkaar geschreven heeft en ook met name zijn taalgebruik. Nou, het verslag maakt heel erg duidelijk dat de burgers van Oldebroek serieus worden genomen en zich ook serieus genomen voelen. Daarnaast heeft Oldebroek erg veel hoger gescoord met de burgerjaarverslag dan vorig jaar. Dus heel erg gefeliciteerd. Ja, bedankt. Nou, kunnen we deze beroep toeter. Ja, staat op. Kijk eens of hij het doet. Nou, ik ben heel blij met deze prijs. Het is natuurlijk gewoon leuk om de beste van Nederland te zijn, maar het gaat mij vooral om de inhoud. Wat staat er in zo'n burgerjaarverslag? In zo'n burgerjaarverslag, daar gaat het over hoe wij omgaan met de inbreng van onze burgers in ons beleid. Daar gaat het om. En dat hebben we volgens de jury heel goed gedaan. Helder taalgebruik. Burgers in een vroeg stadium bij onze besluitvorming betrokken. We zijn er nog steeds mee bezig om het beter te doen. De telefoonbeantwoording hebben we nu redelijk in orde. De brieven worden op tijd beantwoord. En daar zijn we heel gelukkig mee dat we daar als beste van Nederland uit de bus komen. Maar ik zeg er onmiddellijk bij, we staan niet stil. Er zijn nog genoeg dingen die verbeterd kunnen worden. Er zijn nog telefoontjes die te laat beantwoord worden. Er zijn nog brieven die niet op tijd uitgaan. We doen nog af en toe onvoldoende met de inbreng van de burgers. Dus daar gaan we nu mee aan de slag. We gaan niet op onze lauweren rusten. Het kan nog altijd beter, maar voorlopig de eerste prijs van Nederland. En daar ben ik best heel trots op en heel gelukkig mee.